Op zondag 11 oktober wordt het feestjaar van oud-recorde koepelzangers uit Lierop ingezet met een speciale mis. De koepelzangers vieren namelijk hun 40-jarig bestaan. Om enige aandacht te vestigen op dit concert hield het oud-record op vrijdag 2 oktober een zogenaamde flashmob in de Spar in Lierop. Dirigent van de koepelzangers. Koepelzangers doen een flashmob, want toen wist ik niet wat ik hoorde. Dat moet eigenlijk vandaag gekomen zijn. Dat klopt. Wij hebben volgende week zondag een hele aparte mis hier in Lierop in de kerk. En daar wouden we eigenlijk reclame voor maken. En daar hadden we bedacht van, hoe kunnen we nou het beste reclame maken? En toen hadden we dit eigenlijk bedacht. Ja, wie kwam er mee? Ik. Had je ooit van flashmob gehoord of niet? Nee, maar ik heb ze voorbeelden van de flashmob ge-emailed. Ah, ja. En dat vonden ze geweldig. Gewoon keileuk om te doen. Dus ja, dan hebben we besloten om dat maar te doen dan. Ja, goed, 11 oktober is dan die mis. Vanwege het 40 jaar bestaan, heb ik begrepen? Ja, met de koepelzangers bestaan we 40 jaar. En we beginnen dat nou in oktober. Beginnen we het feestjaar met een mis. En daarvoor hebben we heel veel koren uitgenodigd. En 6 koren die komen. En we hebben een begeleidingsband. En die koren hebben samen 5 dezelfde liederen ingestudeerd. En die worden dan gezamenlijk gezongen, zeg maar. Ja, we doen 11 oktober. Hoe laat begint dat? De mis is om 10 uur. Ja, en iedereen mag komen? Iedereen mag komen, ja. Jo Reinders, secretaris van Koepelzangers. Ik stond vanmiddag te winkelen en dan word ik hier een beetje verrast. Ja, wij hadden ook een verrassing. Ja? We wilden die mensen hier komen verrassen. Ja, hoe hebben we dat aangepakt? Een flashmob noemen ze, hè? Flashmob. Ja. Had je er ooit van gehad? Nee. Had je wel geoefend, of niet? Ja, tuurlijk. Ja? We hebben dat op televisie gezien, hè? Ja. Hoe dat moet. Ja. En hoe ging het? Ging wel, nee? Ja, ja, weet ik. Ja.